Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske, en vandaag hebben jullie wat Call of the Ghost gameplay. Vandaag staat Free For All op de map Prison Break en het is met de SC2010. Op mijn SC2010 heb ik een silencer en een red dot zitten en dat vind ik echt een chille combinatie. Dit wapen is gewoon heel erg chill met de red dot en de silencer, dat is sowieso fijn, vooral met Free For All, want anders ben je constant op de minimap te zien en dat is dan niet het geval. In ieder geval, deze gameplay vind ik op zich best wel grappig, want het is dus een Chemstrike gameplay, dat jullie waarschijnlijk al gelezen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling om een Chemstrike te halen. Want deze gameplay is van een match die ik speelde voor mijn eerste episodes van Road to a Life Free For All Chemstrike. Ik hoop dat je het kunt volgen, anders moet je het eventjes in slow-mo terugkijken. Ik weet niet of dat kan in slow-mo, volgens mij kan het niet eens. Maar in ieder geval, normaal gezien, als ik live commentaries doe, dan doe ik altijd van tevoren twee potjes of zo, doe ik eventjes oefenen. En dan gewoon, omdat ik eigenlijk heel weinig Call of Duty speel. En als ik dan live commentary wil spelen, dan moet ik eerst eventjes Eén potje of twee potjes inspelen om gewoon eventjes aan het spel te wennen weer. En dan gaat het meestal wel goed. En dit was de eerste match die ik speelde. En ik haal gewoon gelijk een Chemstrike. Terwijl het eigenlijk pas de bedoeling was om na deze gameplay een Chemstrike te halen. Maar dat was dus gelijk deze al. En verder rest, ja, ik speel met Assault. Dat was eigenlijk een beetje een faal. Want ik speelde met een Search and Rescue class. En het was dus niet de bedoeling om Assault Streaks te gebruiken in Free For All. En ik heb ze wel ingekald. Niet allemaal gelukkig. Want anders had ik nooit mijn Chemstrike kunnen halen. Alleen uiteindelijk gebeurt er iets. En dat is best wel een hele grote faal eigenlijk. Dus ik zal het nog niet verklappen. Maar waarschijnlijk weet je het toch al wel. Maar anders kun je het kijken tot het einde. Dat is nog iets om door het einde of na het einde toe door te kijken, zeg maar. Of weet ik voor wat kan het zeggen. Maar niet uit. In ieder geval, waar ik het vandaag over ga hebben, is over de toekomst van mijn kanaal. En ik heb vaker dit soort video's gemaakt in het verleden. En het is gedeeltelijk om jullie te informeren van hoe het met mijn kanaal verder gaat. En voor de rest ook gedeeltelijk om mezelf een soort van pep talk te geven. Om ja, gewoon weer verder te gaan met mijn kanaal. Gewoon weer te motiveren. En dat is soms gewoon nodig als je YouTube doet. Want op den duur dan wordt het gewoon saai. En het gaat slechter. En noem maar op. Alles gaat natuurlijk met ups en downs. Dat is alles, ja, in het leven. Dan gaat het net alsof ik een of andere psycholoog ben. Maar het principe is, het gaat altijd met ups en downs. En op het moment heb ik een beetje een downpunt met mijn YouTube kanaal. En dat komt omdat ik ten eerste zelf niet echt weet wat ik moet uploaden. En dat is waarschijnlijk ook wel te zien. En daarom wil ik ook alles gewoon gaan vernieuwen. En ik zal even zeggen, ik ga ja, er gaat in ieder geval veel veranderen op mijn kanaal. Dat sowieso. Ik ga proberen al mijn video's voortaan in betere kwaliteit te gaan renderen en uploaden. Want de laatste tijd was het heel erg wisselvallig. Soms had ik heel mooie video's en soms was het heel slecht. En het kwam dat ik constant zat te wisselen met render settings. Omdat ik betere render settings wou. En dat was iets waar ik mezelf wel aan ergerde. Dan had ik bijvoorbeeld een leuke video. En dan bleek weer dat die een slechte kwaliteit gerenderd was. Maar bij mij heel erg lang duurt om dingen te uploaden. Nou, dus kan ik moeilijk die video verwijderen en nog een keertje uploaden. Want dan duurt het gewoon weer een extra dag, weet je wel. En dan heb ik bijvoorbeeld een dag niks geüpload. Dus dat is niet te doen. Dus in ieder geval, dat ga ik doen. Voor de rest ga ik, of heb ik, want in deze video is het al zo, heb ik mijn outro verwijderd. En je zult misschien denken, waarom doe je dat? Nou, ik vind een outro eigenlijk onnodig veel werk. En dat komt, volgens mij vinden mensen het zelfs wel irritant. Ik vind het zelfs een beetje irritant worden op mijn kanaal. En die comment van de dag, die blijft. Dat zien we daar aan het einde van deze video wel, hoe ik dat heb opgelost. En verder rest heb ik bepaalde dingen in de video verwerkt. En dat kunnen jullie zo meteen ook wel zien. Waarschijnlijk hebben jullie het al een keertje gezien. En dat ziet er ook allemaal net iets professioneler uit, vind ik zelf. En dat zijn kleine dingetjes. Verder rest nieuwe thumbnails. Ik heb nieuwe designs gemaakt voor thumbnails. Die hebben jullie waarschijnlijk ook nog niet allemaal gezien. Want het zijn voor nieuwe series die ik bedacht heb. En die gaan dus binnenkort op mijn kanaal komen. Daar is verder rest nog niks van te zien. En in ieder geval, dat is iets wat ik wil veranderen. Dus thumbnails. Verder rest wil ik misschien mijn banner nog gaan veranderen. Maar ben ik even aan het kijken. Nou, voor de rest heb ik mijn overlay van mijn facecam video's heb ik vernieuwd. Die ziet er ook, vind ik zelf, heel mooi uit. En misschien dat jullie die vandaag al hebben gezien, want ik probeer vandaag nog een andere live facecam video te uploaden. En als laatste wil ik kijken of ik nog een intro kan regelen bij iemand. En dat is moeilijk, want persoonlijk, thumbnails maak ik zelf. En dat kan ik dus ook zo maken zoals ik ze zeg maar wil hebben. Alleen bij intro's is het, je bent afhankelijk van andere mensen. En ja, dat kost soms geld zelfs om intro's te laten maken. Dus als je heel mooie intro's wil, dan kost het meestal geld. En dat is ook weer zoiets natuurlijk. Ik ga geen 50 euro voor een intro betalen. Dus dan kun je het wel andere mensen laten maken. Bijvoorbeeld, misschien zijn er wel abonnees bij die zeggen van, hey Dennis, ik wil graag voor jou een intro maken. Maar ik ben enorm kieskeurig. En als het dan lelijk is, dan vind ik het enorm lullig om die intro's bijvoorbeeld niet te gebruiken. En zodoende, daarom heb ik eigenlijk nog steeds de machine met intro. Sommige mensen vragen ook waarom ik een machine met intro heb. En dat komt omdat die intro is van mijn partnernetwerk. Ik zit bij Machinima. Machinima is een van de grootste, misschien wel de grootste
gaming netwerk op YouTube. En het is allemaal leuk en aardig en zo. Niks heel speciaal. Het maakt in principe niet heel veel uit. Misschien dat ik zelfs over een jaartje wel gewoon daar weg ga. Maar dat zien we dan wel. In ieder geval, dat is eigenlijk de reden waarom ik eigenlijk altijd Machinima heb. En nog geen eigen intro. Dus mochten jullie zeggen van ik ben echt enorm goed in intro's maken. En misschien als je daar echt heel goed in bent, dan wil ik je daar ook echt wel voor betalen. Dat is dan geen probleem. Maar moet je even kijken wat jullie allemaal in huis hebben. Dus dat is iets wat ik wil gaan doen. En ik denk dat ik mijn kanaal daar echt wel heel erg mee ga vernieuwen. Dus alles ziet er ook beter uit. En een nieuwe serie, zoals ik net al zei. En misschien zelfs nog een serie met Jurassic, want ik krijg dat de laatste tijd heel veel comments van hey, doe samen met Jurassic, want Jurassic heeft nou dus ook zijn PlayStation 4. Dus waarschijnlijk dat ik daar nog wel iets mee ga regelen, want daar hebben we al heel vaak over gesproken. Maar het is eigenlijk nooit zo ver gekomen dat we ook echt iets gaan doen. Dus in ieder geval al die dingen waar ik net over had, over nieuwe series, er zijn dus eigenlijk allemaal live series. En live series zijn de beste dingen die je op je kanaal kan doen. Want dat kun jij gewoon constant bijvoorbeeld iedere dag uploaden of wat dan ook, weet je wel. En dat is iets wat ik wil gaan doen, alleen ik doe altijd heel weinig live series. Omdat ik dus niet met geluid kan spelen als ik live commentate. En daarom wil ik niet zo graag video's maken, want ik heb het idee als wanneer ik zonder geluid speel, dat ik gewoon 10 keer slechter speel als wanneer ik met geluid speel. Want van het weekend speelde ik bijvoorbeeld eventjes zonder iets te recorden, gewoon met geluid, weet je wel. En ik heb gewoon potjes allemaal 70 plus kills of 40 om 1, weet je wel. Gewoon heel relaxed, zonder moeite. Terwijl als ik bijvoorbeeld live aan het commentaten ben, dan zou het eerder een potje zijn als 40 om 10 of zo. En dat is ook de reden waarom ik nou zo weinig upload. Omdat ik gewoon geen live dingen wil doen, omdat ik weet dat ik gewoon beter kan spelen als ik geluid heb. En het is zo, ik heb net een Astro A40 besteld, een oranje. En die krijg ik hopelijk binnen een week binnen. Dus als ik die binnen heb, kan ik gewoon volop gaan commentaten weer. En dan ga ik al deze dingen ook doorvoeren. Dus alles wordt dan vernieuwd. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie er naar uitkijken. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. En ik hoop dat je het leuk vond. Laat een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En tot de volgende keer. Houden we.